Ja, Remy, dit zijn lekkere middagen als voetballer van HC 21, hè? Ja, dit zeker. Na vorige week zijn ze natuurlijk wat minder. Dan weet je dat je deze wedstrijd eigenlijk wel moet winnen. En, nou ja, dat wisten we van tevoren en we waren volledig gemotiveerd. Dus ja, voor ons komt het niet echt als een verrassing, zo'n wedstrijd. Dat weten we wel. En dan zijn het zeker lekkere middag. Ja, wervelende openingsfase. Ik vond jullie de eerste 25 minuten erg goed. Ja, dat was vorige week ook. We beginnen eigenlijk elke week erg goed. En we voetballen niet slecht, maar toch laten we elke keer wat steekjes vallen. Waardoor we de tegenstander of weer in de wedstrijd laten komen. Of zelfs de winst weggeven. En ja, vandaag met de ervaring van vorige week bij WK of van twee weken geleden. Ja, dat liet wat niet meer gebeuren vandaag. En dat was de tweede helft denk ik wel te zien. Toch merkte ik op de tribune een beetje zoiets van bij die 2-1. Toen had Brammer zo'n rare actie. Ja. Gaat het weer mis vandaag? Ja, natuurlijk. Misschien sluipt dan een beetje onzekerheid in. Ik weet ook niet precies wat het is. Ik bedoel, we zijn een jonge groep, we moeten nog wel veel leren. En, maar ja, ik denk dat we dat goed hebben opgepakt, de tweede helft zeker. En, het was belangrijk dat we niet voor eens nog een doelpunt tegenkregen zoals twee weken geleden. Dus dan ga je iets meer vertrouwen de kleedkamer in. Ja, je maakt vandaag een hat-trick. Bij die tweede goal dacht ik, want ja, je bent een grote jongen. Zelfs de cameraman moet op een tegeltje staan om je goed in beeld te brengen. Maar je hoeft helemaal niet van de grond af te komen bij die kopgoal, of niet? Ja, nee, het is een beetje wel goed timen. Ja, ik ben, moet eerlijk zeggen, niet eens echt zo'n kopper hoor. Natuurlijk heb ik mijn lengte mee en dat werkt wel. En, gelukkig was deze perfect. Dus het gaat steeds beter. Ja, het gaat aardig, hè? Want je bent aardig op dreef dit seizoen al. Voor een club onderin. Ja, voor een club onderin. Ja. Nou, moet ik eerlijk zeggen, als wij gewoon wat wedstrijden winnen, staan we niet bovenin. Of niet onderin. Dan doen we gewoon bovenin wat meer mee als we iets meer zekerheid hebben. En ja, dan kan ik in deze ploeg kan ik gewoon goed functioneren. Dat weten we gewoon. We weten wat we kunnen. We weten van elkaar wat we willen. Dus dan is het lekker spelen inderdaad. Ja, na vandaag boven de streep, is HC nu los? Laten we het hopen, alsjeblieft. Ik hoop het wel. Ik bedoel, we weten wat we kunnen. En we hebben ook een doelstelling die van niets uitgesproken om in de top 5 mee te doen. Dat klinkt misschien een beetje raar nu. Zeker omdat we de eerste wedstrijden toch wat steekjes hebben laten vallen. Maar we weten wat we kunnen. En dat moet gewoon nog een doelstelling voor ons zijn. En daar moeten we gewoon naartoe werken. En wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Dan is het vaak het beste.